Hoi. Hoi. Vandaag weer Radio Clusie. Welkom in een nieuwe video. Vandaag gaan we een radiootje inbouwen in een caddy. Ik zal even de camera opdraaien. Wat hebben we hier? De radio. De radio. Dan is op een beetje merkloos. We hebben nog een kabeltje voor de telefoon. En dan hebben we nog een achteruitrijcamera. De voeding. En het, de beeldkabel. Dan hebben we de camera nog. Een visoog. Dan gaan we de radio even openmaken. Ja, ik heb daar een mes neergelegd. Kopje ook nog ertussen leggen. Als het goed is, is het pasta. Speciaal gemaakt voor de Volkswagen Caddy. Dan moet het niet al te veel moeten worden. Maar ja, dat denk je altijd van tevoren dat het zo gedaan is. Nou, dan hebben we hier de radio. En ik zie ook weer heel veel kabels. Kijk. Joppa! Oh, dat is een mooi ding. Een mooi radiootje. Schermpje erop. Achter nog wat aansluiting. Zit er een koeler op? Ja, een koeler. Dat heb ik niet eens zo gek. Het ziet er allemaal redelijk makkelijk uit. Het zou in principe niet een al te moeilijk klusje moeten zijn. Maar dat zien we zo wel. Ja, dat gaan we zien. We gaan nog even kijken wat hier nog meer in de doos zit. Ik dacht dat het niet zoveel kabels waren die erin moesten, maar volgens mij is het ook sommige dingen voor stuurbediening en deze auto is voor stuurbediening. Dus... Wat zit er nou allemaal, joh? Ja, dat nieuwe kabelboom. Oh. Nou ja, je ziet het maar weer, je denkt altijd plug and play, maar dan krijg je er heel goed nog 200 kabels bij. Dus we gaan het zien en jullie gaan het ook zo zien. Maar wat doen we eerst, Jan? Een buggy. We vatten eerst even een buggy. Nou. Hier staat hij, de caddy. Lekker veel ruimte. Nou, die radio die moet hier dan in. Dus deze die, moeten we eruit halen. En volgens mij moesten we dan eerst het raamwerk erom vandaan. Raamwerk? Een werkje, plastic dingetje. En als het goed is, zit hier dan een schroef. En dan kunnen we eruit pakken en dan kan de andere er als het goed is zo in. Oké. Dat weten we nog niet zeker voordat die rijdt deze dus. Nou, dan gaan we dat proberen. Let's start it. Nou, proberen we het raamwerkje los te halen. Met beleid. Ik heb even wat tape om de schroefdraaier aan, want ik had geen spadeltje. Dus dan, ik wil natuurlijk niet plastic beschalen. Dus ik denk, doe er even een tapeje mee. Het helpt al licht iets. Hatste flats. Hatste. We gaan hem losdraaien. Het is een torch. Yes. We hebben de camera erin gemaakt en we moeten nu de kabel gaan geleiden naar deze kant toe, want dan kan hij met deze kabel mee naar binnen. Naar binnen. De camera zit erop. Hier staat stroom op. Zijn er nu weer eens in zijn vrij? Ja, nou,
Deze is het draad dus van de... Zet hem nog eens een keer in zijn achteruit. Ja, en we hebben hem weer 12 volt. Nou, dan is het dus de... Even kijken. De zwart-blauwe draad. Die moeten we gaan aftappen. Dan moeten we een draadje aanmaken. Dat we een voeding hebben voor de camera. Dus dan gaan we dat doen. Dus. Nou, we hebben de kabel er aan vastgemaakt. De kabel van het achteruit ligt. Dus in principe zit hier nu alles in elkaar. We hebben aan de andere kant hebben we de minder uit laten komen. Dat is... Ja, dit is de massa. Deze die zal in de CG moeten, of de carrosserie moeten. En dit is de kabel die gaat naar de radio. En die moeten we eerst nog helemaal hier doorheen trekken. En dan naar boven en naar binnen. Yes! Dan gaan we nu de lampen weer opzetten. Het kabel erin. Nou, de kabel zit met tape gewoon een beetje aan de kabelboom vast. Zodat het niet los door de bus heen ligt. En dan loopt hij een beetje met de kabelboom mee naar onder. En Jan die geleidt hem aan de andere kant door. Nou, dan bouwen we dit weer dicht. Dan zijn we hier klaar. En dan gaan we voorin verder. Zo, alles is dichtgebouwd. Van de kabel zie je helemaal niks meer. Nou, alles is aangesloten. Schroom zit eraan. Huppaflee. Gaan we starten. De radio aan. Als we nu eens naar achteruit zetten. Dan hebben we wild. En dan stuur gaat ook mee. De belfunctie doet het. GPS, alles is ingebouwd als het goed is. Gaan we even hier nu naar kaart. Zit hij op ons YouTube account een video te kijken? Raak hem af, hè? Een handremmer af, doet hij dan ook nog? Ja, want die hebben we niet aangesloten. Dit is dik. Nee, let op hoor, dan doen we nu achteruit. Hop. Dan schiet hij gelijk naar de camera. Jappa! Nou, let op hoor, gaat de film hier weer door. Oh. Kan hij straks gewoon de montage van je radio bekijken op zijn radio? Het is wat. Nou, kabels eruit erin gewerkt. Nou. Hij is af. Hij is af. Radiootje zit er weer in, dashboardkastje zit er weer in. Er liggen twee USB-kabeltjes. Als je je telefoon wil verbinden aan de autoradio met USB. Hebben we nog een kabeltje voor. Kan ook een telefoon eraan die er bestaat. Nou, die gooien we er gewoon bij. Ja, een boekje erbij in. En dit kabeltje. Dat is over. Hapsa. Als we nu eens naar het reutje, kunnen we mooi van de brug afrijden. Nou is hij weer roze. Hij geeft alle kleuren van de regenboog. Ja, je kan hem ook gewoon alleen op rood zetten ofzo. Nou, dan is dat geregeld. Dan zijn we klaar. Zijn we klaar met de caddy. Aju. Aju, buur.